Na het succes van The Bachelorette met Elke Kleister gaat Play 4 dit jaar verder. Deze keer gaat niemand minder dan Fabrizio op zoek naar zijn ware liefde. De eerste beelden en info werden al verspreid. Tijd om dat te bespreken met onze showbizwatcher. Dag Chloe, Fabrizio gaat op zoek naar de liefde. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Ja, vorig jaar ging Elke Kleister dus op zoek naar de liefde. Haar kenden we nog niet zo goed. Ze was nog niet heel vaak op televisie verschenen. Dit jaar is dat wel anders met Fabrizio Tsinaridis. Hem leerden we kennen in Temptation Island als verleider. En wat later nam hij nog deel aan Temptation Island VIPs met zijn toenmalige vriendin Pommelien. Ook bij de deelnemers zal er een andere dynamiek zijn. Bij de mannen van vorig seizoen waren er wel wat oneenigheden en discussies, maar ik denk dat we dit seizoen misschien nog iets meer drama en jaloezie mogen verwachten. We zagen Fabrizio in het promofilmpje namelijk al kussen met een van de dames. Fabrizio staat er ook niet alleen voor, hè, tijdens zijn zoektocht. Nee, dat klopt. Elke kon in The Bachelorette haar gevoelens kwijt bij Dominique van Malver. Fabrizio krijgt de hulp van Goedele Liekes. Hoewel Elke veel aan Dominique heeft gehad, zal Goedele misschien nog iets meer aan Fabrizio en de dames kunnen bieden. Zij is natuurlijk psychologe en seksuologe van opleiding. Ja, de aankondiging van Fabrizio als The Bachelor kwam er afgelopen zomer al. En daar kwamen toen wel veel reactie op. Ja, inderdaad. En die waren niet mals voor Fabrizio. Hij wordt door zijn deelname aan Temptation een beetje als een player gezien. En dat imago heeft hij de afgelopen jaren nog niet van zich kunnen afschudden. En dat merkten we in die reacties. Hij heeft geen respect voor vrouwen, klonk het op sociale media. Wat hij al niet doet om zich belachelijk te maken, was nog zo'n reactie. Fabrizio reageerde wel later zelf op die haatcommentaren via een filmpje op Instagram. Probeer en doe wat je wil. Het gaat me niet raken op geen enkele manier, klonk het toen. Recent kregen we ook al een trailer te zien. Welke reacties komen daar zoal op? Ja, min of meer dezelfde. Hoe lang zal hij het met deze dame volhouden, lezen we onder andere. En hoe het afloopt, hopelijk beter dan met zijn andere sprookjes. Fabrizio krijgt op zijn eigen sociale media natuurlijk wel positievere reacties. En vooral ook de vraag of het programma ook in Nederland te zien zal zijn. Door Temptation Island heeft hij natuurlijk ook veel Nederlandse fans. En is er daarnaast nog iets wat opvalt in de trailer? Ja, niet zozeer wat, maar eerder wie. Een van de dames zou bij veel mensen wel eens een belletje kunnen doen rinkelen. Een van de vrijgezelle dames, Carina, was al minstens 7 keer in de buurtpolitie te zien als gastacteur. Daarnaast deed ze in 2015 ook tv-auditie voor K3 zoekt K3. Ze kon de publieksjury toen wel overtuigen, maar de vakjury was toen een beetje verdeeld. Ze ging uiteindelijk niet door wegens iets te sexy voor K3. Dat zal voor Fabrizio waarschijnlijk niet zo'n probleem zijn. Ja, bedankt Chloe om ons al op de hoogte te brengen van The Bachelor. Binnenkort dus op Play 4.